Stel je voor, je kunt perfect leiding geven en je kunt dikke winsten incasseren zonder als klootzak gezien te worden. Want ze zijn er nog steeds en overal. Leidinggevenden die denken dat ze kracht uitstralen door zichzelf als een loppe botterik neer te zetten. Kordaat en duidelijk wordt nogal eens verward met ronduit onbeschoft. En het resultaat is dat je niet bepaald geliefd bent. Ik kom ze in mijn leven nogal eens tegen. Soms zijn ze zelf de hork. Soms gaan ze gebukt onder het botte gedrag van hun leidinggevende. En net als vroeger op het schoolplein is het de onmacht die overheerst. Zowel bij de pester als het slachtoffer. Beide zijn niet geliefd. Het slachtoffer vindt nog nauwelijks aansluiting. Vaak gaat dat subtiel. Zoals Marcel tegen mij zei... Tijdens elk bilateraal overleg zit mijn baas zijn mail te checken op zijn telefoon. Ik hou mijn ideeën nu maar voor me. Of Karin, een andere coachie van mij, die zei... Als ik een vraag stelde in de teamvergadering, kon mijn manager het niet laten om opvallend te gapen. Eigenlijk zit ik er nu voor spek en bonen bij. Karin stelde briljante vragen. De verkoop bleef achter bij de prognose en dat zat haar niet lekker. Haar manager voelde zich met die verkoopcijfers ook niet senang. Dus snoerde hij Karin de mond. Maar het gedrag van de manager zorgde ervoor dat Karin zichzelf buitenspel zette. Ik heb aanwijzingen dat onbeschoft gedrag in de boardroom toeneemt. En deze klootzakken bereiken het tegenovergestelde van wat ze willen. Goede werknemers zoals Karin, die haken af. Ze worden ziek, ze worden ontslagen. Ook op het schoolplein zagen we dat al. De vriendelijke, zachtaardige kinderen... De nerds of de slimmerikken, ze werden schuw of ze gingen naar een andere school. De terroristjes maakten het schoolpleinleven er niet leuker op. Waarom dan toch dat gedrag? Het antwoord is simpel, angst. Nou hoor ik jou zeggen, ik ben nergens bang voor. Dat klopt, voor veel zaken ben jij niet bang. Maar misschien ben je bang om een oplossing voor iets niet te hebben. Of om een antwoord niet te kunnen geven. Of om simpelweg iets niet te weten. Waar de angst regeert, komt het verzet bovendrijven. Dat geldt ook voor Karin, die zich ziek meldt. En voor Marcel, die zijn ideeën meeneemt naar de concurrent. De leidinggevende die hardop durft te zeggen, hardop, dat zijn botte gedrag voortkomt uit de angst om tekort te schieten, dat is voor mij de ware held. Wees geen klootzak. Winst. No bullshit. Ik ben Hans Ruinemans, boardroom monk. May you be truly be happy.